Welkom bij Zaterdag Live, de talkshow van RTV Discus, aflevering nummer 30 van de eerste jaargang met vandaag. De actuele en culturele weetjes gespeurd door Lilian Mulder. De kick-off van Mantelkring Open Je Hart. Reunie van de muziekvereniging Sint-Jacob. Het festival des primeurs van BIS Hofkwartier. En een nieuwe politieke partij aan het firmament, de Schevenings Belang. Dan gaan we kijken in de agenda van Martijn Balster, de van PvdA-fractievoorzitter. En de stamtafelthema gaat vandaag over thuiszitters. We gaan daarover praten met Sonja Toet, ervaringsdeskundige. Peter Hulser, directeur ouders en onderwijs. Maurice Keen, hij is directeur van de OBS Erasmus School. En Martijn Balster, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En zoals u gewend bent van ons, hebben we weer een live artiest vandaag. En dat ditmaal is dat Jeffrey Lipman. Maar nu eerst de weetjes van Lilian Mulder. Dit is Haaglanden Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio. Goed, wat heb je gevonden, Lilian? Nou, allereerst als ik tegen jou zeg Rienes Gerritsen, Barry Hay, ja, George Kooijmans. Ja. Nou, ik hoef niet verder te gaan, nee, denk ik. Nee. Wat zeg jij dan? Dan was ik als Rodi nog aan verbonden, maar dat is wel heel wat jaartjes geleden. Dat...